Hagar was een alleenstaande moeder, verlaten door haar familie. Alleen in de wildernis met haar zoon. Met nauwelijks eten op zak vraagt ze zich af: is er iemand die om mij geeft? She's crying in the desert. She's lost in her despair. She thinks nobody loves her. Hagar thinks nobody's there. But God says, I will be a ring of fire around her, and I will be the glory in her midst, and the power of my presence will bring her to her knees, and I will lift her up. We komen nog een vrouw tegen. Haar naam is Rut. Afkomstig uit het land van Moab is haar hart vol van rouw en verdriet. Al jong weduwe en dan leeft ze met een andere weduwe, haar schoonmoeder. De tijd is gekomen om verder te gaan, maar in Bethlehem is Rut nog nooit geweest. Ze heeft zich nog nooit laten voeden in het huis van brood. En toch, ze weet zich geroepen om te gaan, om te proeven en te zien dat God goed is. Ze belooft het plechtig aan haar schoonmoeder: waar jij heen gaat, zal ik heen gaan. En waar jij gaat liggen, daar zal ik liggen. En waar jij sterft, daar zal ik sterven. Ze gaan op reis naar het land van de God die belooft. She's traveling through the desert, and she's leaving her despair. She's hoping for a future, praying God will lead her there. Rut krijgt een zoon, Obed. En hij krijgt ook een zoon, Jesse. En Jesse, dat is de vader van David. En David, hij was eens een herdersjongen. Maar hij werd door God tot koning gezalfd. Maar nu, die machtige krijger is eenzaam. Hij is doodsbang, voelt zich opgejaagd. Op zoek naar een plek om te schuilen. Hiding in the desert, he's battling despair. David thinks nobody loves him, and God, he doesn't care. God says, I will be a rock of your salvation, and I hold you
En dan wordt in de geslachtslijn van David, eeuwen later, Jezus, de Messias, de gezalfde, de Joshua, de Christus geboren. Geboren in het huis van brood, om zelf het brood van leven te zijn. Hij groeit op en hij wordt door velen de Zoon van God genoemd. Want hij is Immanuel, God met ons. Predikend en genezend laat hij zien wie hij is. Jezus laat zich kennen. In de ontmoeting met Maria Magdalena bijvoorbeeld. Een vrouw gekweld door demonen. Ze wordt door hem in vrijheid gesteld. Zie haar daar, zittend aan zijn voeten. Luisterend naar zijn stem. Ze volgt hem, ze dient hem. Ze houdt zielsveel van hem. Ze zag hoe ze hem namen. En hem aan een kruis spijkerde. Haar meester was gestorven en in zijn dood ook haar hoop. She's crying in the garden. She's broken in the spell. She's searching for a Savior, but his body is